Welkom bij de tweede aflevering van de serie Geloof je dat? In deze aflevering gaan we stilstaan bij K.N. en Abel. We gaan kijken naar hun verhaal en we gaan weer een voorbeeld zien van gebrek aan geloof. Maar hierdoor leren we wij wel hoe wij daarvan kunnen leren van die fouten en hoe wij het juiste geloof wel kunnen hebben. Laten we eens kijken naar dat verhaal. Dit verhaal halen we uit Genesis 4. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. En zij, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewaker van de aardboden. En het gebeurde na verloop van de dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn vee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Wat opvalt in dit verhaal van Kain en Abel is dat niet wordt verteld waarom God het offer van Abel accepteert en het offer van Kain weigert. Hier zijn verschillende interpretaties voor waarvan ik één met jullie wil gaan delen. Waarom was het offer van Abel beter dan van Kain? Namelijk door het geloof van Abel. Hoe gaan we zien? Abel had namelijk het beste gegeven wat hij had, namelijk de eerstgeborene. Maar Kain had slechts iets van zijn opbrengst geofferd. We zien hier dus dat Abel meer geloof had dan Kain, omdat hij het beste heeft gegeven wat hij had. Misschien wel het meest dierbaarste. Maar Kain had zich een opbrengst gegeven. Hoe kunnen we dit verhaal koppelen aan geloof en uiteindelijk ook naar ons? namelijk dat als je gelooft in God, als je gelooft dat wat hij zegt per definitie het beste is, dat je dan ook niet bang bent om alles te geven wat je hebt, want je hebt vertrouwen dat ondanks dat je het misschien niet ziet, dat je het toch beter zou krijgen. Dat is wat Abel heeft gedaan. Maar soms wat wij doen is omdat we God niet geloven dat hij bestaat of dat hij niet het beste voor ons heeft, geven wij slechts maar een deel van wat we hebben en zeker niet het meest kostbare. Hoe zien we dit terug in ons dagelijks leven? Dit zien we terug bijvoorbeeld in de kerk. Wanneer we zondag naar de kerk gaan, maar toch niet helemaal vroeg. Ja, we gaan wel, maar niet helemaal. Misschien wat later. Want we hebben een gebrek aan geloof dat de dienst en de communie met God echt iets voor ons doet. Of een ander voorbeeld met onze tiendes. God vraagt aan ons de tiendes. Als jij oprecht gelooft dat. God je zal zegenen als je het kostbaar van wat je hebt deelt met Hem. Dan zal je je tiendes geven en misschien zelfs meer. Maar als je dat niet gelooft, dan ja, weet je, ik geloof wel, ik geef wel wat. Maar niet de volle overtuiging, niet de volle tiendes. Of bijvoorbeeld met het liegen. Van ja, je wil God wel behagen. Maar weet je, je wilt ook comfortabel zijn. Dus wat je doet, je vertelt een wit leugentje. De offers die wij maken zijn niet welbehaaglijk voor God. Niet zozeer omdat hij het nodig heeft dat wij negen uur stipt in de kerk zijn of precies 10% geven van wat we hebben. Maar dit komt omdat onze offer niet met de volle overtuiging is. Niet uit volle geloof, en dus ook niet puur uit ons hart. Wij doen het, wij doen het maar omdat het, we denken dat het gevraagd wordt. Of omdat we denken dat God nodig heeft, maar niet omdat we zelf uit ons hart willen geven aan God. God ziet niet en maakt er niet uit wat de fysieke opoffering is, namelijk hoe laat we in de kerk zijn of hoeveel geld we precies geven. God oordeelt naar het hart. Dit lezen we ook in 1 Samuel 16:7. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Verder zien we in het verhaal van Kaïn en Abel dat wanneer wij in ons hart niet volledig geloven dat het offer daardoor ook niet geaccepteerd wordt en wij extra gefrustreerd worden en voelen. Toen ontstak KN in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen KN: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Met onze matige offer proberen we ons zelf wijs te maken dat we iets goed hebben gedaan. Ja, kijk, ik ben naar de kerk gegaan. Later maakt niet uit, maar ik ben gegaan of ik heb iets gegeven aan de kerk. We denken dat we een goede daad doen, terwijl we zelf heel goed weten dat we het niet met volle overtuiging doen en ook niet uit geloof. Waarom worden we dan boos? Waarom worden we boos dat we geen resultaat zien? Wij zijn immers degene die het niet met volle overtuiging hebben gedaan, waardoor God het niet geaccepteerd heeft en waardoor God het ook niet teruggeeft. Dus we moeten niet boos zijn dat we dan ik heb toch gegeven, waarom krijg je niks terug? Nee, je hebt niet echt gegeven, je hebt niet met je hart gegeven. Dat is wat we leren van Kain en Abel. Het gaat niet per se om de offer, het gaat om de hart waarmee je de offer geeft. Als je dus niet voelt dat God jouw offer heeft terugbetaald, sta dan bij jezelf stil. Hoe heb ik dit offer gegeven? Heb ik dit oprecht gegeven? Heb ik dit gegeven omdat ik het wil? Heb ik ook echt alles gegeven? Heb ik het meest kostbare en dierbaarste gegeven wat ik had? Het is moeilijk om het kostbaarste te geven wat je hebt. Het is soms lastig, maar we moeten niet bang zijn, want onze God is een God van welvaart. Wees daarom ook niet bang dat als je geeft, dat je dan verliest. Nee, want elke keer dat je geeft, krijg je. Ik wil eindigen met een vers uit Hebreeuw 11, vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoekt. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende aflevering.